Oké, voor de warming-up vandaag hebben we een gabber warming-up. Wat betekent dat? Dat moet je maar even uitzien te vinden als je woensdag bij de les bent van Chantal en Janine. Terwijl, we gaan hard opwarmen en kale koppen zijn niet te stoppen. Nou, ik denk niet dat Chantal kaal gaat worden, dus ik denk dat dat niet in de verrassing is, maar je weet nooit. Dus, we zullen zien. Weet je wel, dat gaat niet gebeuren. Oké, voor de mobility hebben we weer een release. Deze release gaat eigenlijk dus voor je schuine buikspieren zijn. Soms hebben we nog wel eens de neiging dat we hier wat ingetrokken willen zijn of daar spanning in onze rug willen zetten. Deze gaat je daar ook weer wat bij helpen. Dus wat we gaan doen, we hebben hier onze heupkam en hier hebben we onze rib. We gaan er dus tussen zitten. We willen dus niet op een rib zitten en we willen ook niet op je heupkam zitten, want dat heeft geen zin. Dus wat we gaan doen, we gaan eigenlijk naar een side plank positie. Vanuit hier ga ik de bal dus op dat zachte stukje vlees ertussen. En als het bij mij is, dan is het wat meer vettig en bij Chantal is het wat meer spier, maar dat ligt er een beetje aan. Vanuit hier buig ik dus mijn borst omhoog, mijn kont buig ik dus ook omhoog. Van daaruit ga ik er dus inhangen, ga ik dus ook ademen, probeer ik met mijn ademhaling steeds meer te ontspannen, steeds dieper in te komen. Zo doe ik dat 2 minuten rechts en 2 minuten links. Dus op die manier krijg ik dus die release. Je zal ook merken dat eigenlijk het buigen en dat soort dingen iets makkelijker gaat. Vervolgens gaan we hebben side plank. Dus, ja, alles met activiteit, laat ik zijn tal niet zo veel beter. Zoals je ziet, vandaar dat ik ook mijn coronakilo's kan vasthouden. Kont blijft goed omhoog. Houden dus die spanning vast. We letten op ons dat we hier één gehele lijn vormen. Dat er niks wegdraait of iets dergelijks. Nu, heb je dat gedaan? Dus aan de linkerkant doen we eerst een seal stretch tussen. Oftewel, we gaan hier naar beneden, we drukken onze buik uit naar voren toe, we houden onze rug onder controle. Dus we proberen daar geen overholle rug mee te maken, dat is wat ik bedoel. Dus we willen geen samengedrukte wervels hebben, daar proberen we dus onze buik iets tegen uit te drukken. Dat helpt je daarbij, of gewoon iets boven. En dan eindigen we weer met een side plank aan de andere kant. Dus, succes! Oké, wat we voor de strength hebben zijn 3 rondes met Turks get-up, windmills en Jefferson curls. Oftewel, we gaan eigenlijk even wat aan de slag op een gecontroleerde manier om in wat andere vlakken te werken en eigenlijk wat met gebogen rug te werken, zodat we daar ook gewoon sterk in zijn en blijven. Dus, wat we gaan hebben is Turks get-up. Dus we hebben onze dumbbell, we gaan op de grond liggen, arms gestrekt boven ons. Nu is het te zwaar, gebruik eventueel een rugzak die eventueel wat meer qua gewicht op maat maakt. Vanuit hier, je ziet arm en knie aan dezelfde kant, gaan omhoog. Vanuit hier gaan we dus eerst onze borst opduwen. Vandaar dat gaat onze heup omhoog nadat we opgezeten zijn. Dan gaan we naar een lunchpositie toe, terwijl ons been gaat er doorheen. We gaan dan daadwerkelijk naar de lunch en we stappen bij. Vandaar dat gaan we dus lunch naar achteren doen. We zetten onze hand aan de grond. Vandaar dat gaat onze voet weer naar de andere kant toe, heup tegen de grond. En dan gaan we op ons elleboog en dan gaan we op onze rug liggen. Dus op die manier zijn de stappen. Gelukkig met YouTube, ik kan hem altijd even terugzetten, ik kan nog even iets kijken. Maar simpelweg, je gaat eerst naar een zit, dan zorg dat je in een lunge komt, dan sta je op uit je lunge. Ga je terug naar je lunge, voeten weer terug doorheen steken en dan ga je eigenlijk gewoon weer liggen. Dat zijn eigenlijk de 3 stappen daarin. Nu, hebben we vervolgens ook windmills. Dus wat we gaan doen, dus we houden eigenlijk gestrekte benen. We gaan eigenlijk in een sumo stand staan. Vanuit hier draaien we eerst ons romp in. Arm blijft dus omhoog. En we draaien dus ook als voor ons gevoel om de romp heen. En we blijven dus kijken naar de hand. En van daaruit gaan we dus naar beneden werken. Dus Chantal zal het nog even laten zien voor de zekerheid. Ja, of meer. Maar we doen het toch. Dus op die manier werken we hem door. Probeer een bepaalde rust in te houden. Probeer niet te veel te knijpen. Het is een ontspannen hand die we hiervoor gebruiken. Om die lok goed en makkelijk vast te kunnen houden. En vervolgens hebben we Jefferson curl. Het helpt om op een verhoging te staan, zoals een stoel of even de bank of noem even iets op wat je thuis hebt. En van daaruit gaan we onszelf afrollen met de dumbbell. Wat we altijd doen is we brezen de buik, we zetten bij de rug vast, kin op de borst en rollen we zo naar beneden af. En we gaan dus ook zo bol mogelijk omhoog oprollen. Dus we proberen echt vanuit de onderrug te werken en dan weer omhoog te komen. Dus op deze manier. Veel succes!
Oké, we hebben zo weer een buddy workout. En dit is een grinder. Dus hier zullen beide aan het werk zijn. We hebben 100 push-ups, 200 squat jumps en 300 air squats. Oftewel één groot verzuringsfeest. Daarnaast is het bij de push-up is je andere buddy aan het planken. Bij de jump lunges is die een squat hold aan het doen tegen de muur. Of anders in de vrije ruimte op 90 graden. En bij de derde, bij de air squat, is hij dus een dumbbell boven zijn hoofd aan het vasthouden. Oftewel, je zal op een bepaald punt gedwongen worden om ook te moeten wisselen. Dus, om nog even te laten zien, de push-up. Gaan op handen en voeten. Vanuit hier gaan we helemaal borst naar de grond, helemaal omhoog. Je ziet dat Chantal zich wat naar voren opdrukt en niet dat ze zichzelf naar achteren weg lanceert. Dus het is ook daadwerkelijk de triceps en de hele borst en lats het werk mogen doen. Nu, de andere buddy blijft dus gewoon gezellig in zijn plank staan in de tussentijd. Dus op die manier houd je het vast. Je mag alleen werken als je buddy dus op die manier in die plank is. Dus probeer daar rekening mee te houden. Vervolgens gaan we de jump lunges hebben. Dus we gaan in de lunge steeds omhoog en omlaag. Probeer er goed op te letten dat je gewicht naar achter houdt en niet te veel naar voren gaat leunen. Van daaruit, als je de rustende buddy bent, rustend, gaan we dus naar 90 graden toe. En hou hem daar vast. En dan gaan we weer terug omhoog. Dan sluiten we af gewoon met een simpel air squat. Het is breed staan, reps maken, steeds helemaal naar beneden. En we doen de andere, die houdt dus die dumbbell boven zijn hoofd vast. Dus. En je houdt hem gewoon simpelweg vast. Dat is alles wat je hoeft te doen. Dus veel succes en kijk hoeveel je komen samen.